Yo, kijkers van mijn kanaal, ik bedank wel voor deze video van het winterweer op een fluitige manier, aflevering 7, op deze 25 februari, na dit droog meer. Brrr, wat is het koud. Het winterweer op een fluitige manier zie je elke zaterdag op Remkes en Passen. Ja, mensen, we zijn weer met een nieuwe aflevering van deze serie. Het winterweer op een fluitige manier. Gisteren, de afgelopen dagen wordt het langzaamaan kouder. Want begin van de week hadden we totaal geen winter, eigenlijk, in principe. En ineens van binnen een dag, boom, de winter is back in town. Want we hebben prachtige kaarten voor mensen die houden van winter. Maar echt stevig winterweer verwacht je ook weer niet in deze periode van jaar. Want het is 25 februari en dit had eigenlijk 25 januari moeten zijn. Of daarvoor al 4 januari en dit soort kaarten hadden we gehad. Nou dan was het hek van de dam. Want dan was het ijzig en ijskoud. Dan nu. Dus helaas is het niet doorgegaan. Maar even kijken wat de komende zoveel uren gaat doen. In het GFS model. Ik ben zeer benieuwd. Kijk eens aan. 26 februari, dat is morgen. Zien we het hoge drukgebied dat wil richting Scandinavië gaan. Dan komt er een oostelijke stroming vanuit het Siberië. Die kant uit, onze kant uit. Dus het gaat de goede kant op voor mensen die houden van winterweer. Zoals ik, want ik heb ook geen zin om op 15 graden al in februari te hebben. Dat is een beetje te vroeg. Maat wel, maar... Kijk. Dit zijn mooie kaarten. Mooie strakke, oostelijke stroming. Helaas zit er geen kou, volgens mij, als ik me niet vergis. Zit er geen kou boven. Boven ons land. De echte kou die zit hier. Die zit hier geborgen. En als eenmaal dit doorzet, kan dit komen. Gaat dit gebeuren. Dan gaat dit hele saaikje dikker ook uit. En dat gaat niet gebeuren. Maar even kijken wat er nog mee gebeurt. Misschien gaat het wel gebeuren hoor. Kijk dan, kijk. Helaas pakt het ons net niet. Het gaat naar Roemenië. De straalstroom zit echt ver naar boven. Die zit helemaal boven Scandinavië, het Lapland helemaal. Nou, nog niet eens zelfs voor mij. Ga even kijken. Oké. Hoge drukgebied blijft staan vast op zijn plekje. Het kan ook wel een lentekaartje opleveren dit. Even kijken naar de temperatuur op 2,5 meter. 2 meter dus. En dan 168 uur. Ja, dit zijn gewoon kaarten van 8 graden. 8 graden, 6 graden. Dat is vrij normaal. Dus... Even kijken wat er gaat gebeuren. Hij blijft staan boven Europa. Ja, want het hoge drukgebied had eventjes iets naar de rest moeten gaan. Dan hadden we misschien een zachtelijke stroming gehad vanuit het zuiden. Maar ja, dat is nog wel te vroeg om te juichen. Want het ziet eruit dat het hoge drukgebied misschien ook wel een poging waard om naar Scandinavië te gaan opnieuw. Dus even kijken wat er gaat gebeuren. Oké, nou let's go. Nee, totaal niet. Het ziet er zelfs beter uit dan ooit. Want het hoogdrukgebied gaat weg richting de Azoren, waar die plaats hoort. Maar het ziet wel naar een hoogdrukgebied. Ontstaat boven Groenland. En dat is goed nieuws. Want dan krijgen we die jackpot. Kijk wat er hier ligt. Polalo. Helemaal vanuit de Noordpool komt, uit de Noordpool volgens mij, weet niet zeker. En die stroomt langzaam onze kant op. Dus even kijken wat er gaat gebeuren. Na 240 uur. Betrouwbaarheid zakt trouwens. Oh, kijk. Prachtige kade. Als we in januari hadden, dan hadden we dit prachtig geweest. Hier in hoogdrukgebied, 1035 hectopascal.
een noordwestelijke stroming. En steenkoude lucht boven, ja, boven Scandinavië. Want er zit een oostelijke stroming zo te zien in. Lage drukgebied strekt zich ook helemaal uit tot Siberië aan toe. Dat is echt een prachtige winterkaart voor winterliefhebbers. Dus ja, toch winterweer op een vluchtige manier. Maar dat zit er wel in. Maar te laat. Wel no hier noordelijke stroming. Mooi, mooi hoor. Strekt zich helemaal uit tot Europa. Tot aan. Ja, wat is het? Egypte? Nee, Egypte ligt hier. Tunesië? Oh, kijk dan. Kon nog een lager drukgebied. Oh. Kon een lager drukgebied vanuit het. Vanuit het mooie Groenland. Die komt ook even buiten. En die brengt helaas. Voor mensen die niet houden van winterweer. Oh, wel dus. Een oostelijke stroming. Opnieuw. Ja, een oostelijke stroming. Dus dat is goed. De koeien kaart als hier een beetje sneeuw ligt. Boven Duitsland en Polen. En staan de oostelijke stroming. En dan wordt het gewoon echt steen en steenkoud. Dat kan ik je wel vertellen. Hier een mooie, ja, boven, ja, wat is het, Algerije, ja, is ook een lager drukgebied, dus het brengt ook allemaal kou. Dus even kijken, wat gaat gebeuren na 378 uur. Nou, dit is het. De kou die komt zelfs helemaal tot het Iberisch Schiereiland, vanuit Rusland, zo te zien. Even kijken naar de temperatuur, hoe graden is het dan? Ja, kijk. Gewoon wel min 4 of zo hoor. Boven net ten oosten. Zet zich helemaal uit tot Spanje. En ja, dan wordt het de hele zuidelijke front. Dus bij Marokko of zo wordt helemaal volgepompt met hete lucht. Voor een zomeruitbraak, een lenteuitbraak. Want ja, ik denk dat dat hoge drukgebieden die eigenlijk in de lente. Zitten smak te wachten op lenteweer. Ja, die zijn nu aan het voorbereiden. Dus er komt lang. Misschien gaat het de komende dagen ook wel veranderen hoor. Kijk eens aan, 0 graden. 8 maart. Ja. Ja, maart route staat, hè. Dus het kan alle kanten op gaan. Ja. We gaan naar ECMWF, want dat is ook een weermodel van Europees volgens mij is dat volgens mij. Geen idee. Maar ja, hier hetzelfde situatie, gewoon een ijskoude noordelijke stroom, wat ik gisteren ook meemaakte, want ik was gisteren op de fiets naar het werk. En het was ook echt steen en steenkoud. Dus ja, winterweer, dat zit er wel in hoor. Misschien ook wel een beetje lege winters. Kan nog niet echt dik winters noemen nog. Oh, kijk wat hier gebeurt. Hoge druk. Ja, ik zei oh, maar eigenlijk is het wel goed, want hoge drukgebied gaat richting Scandinavië. Net als wat GVS deed. Hier ook. Een oostelijke stroming. Je zegt helemaal dat Siberië uit. Hier staat eentje te popelen om Europa binnen te vallen. Echt een stormdepressie. Ja. Hoge drukgebied houdt alles tegen 1030 hectopascal. Dus misschien gaat het lage drukgebied ook wel duiken. En als dat gebeurt, dan is het jackpot. Nee, blijft gewoon aarzelen. Hoge drukgebied die wil een slag slaan om Scandinavië in te trekken. Maar ja, hier zit natuurlijk weer zo'n nijpend laag drukgebied. Zit hier. Wat wel weer voor koude lucht zorgt in Siberië. Maar. Alsnog, het zit verkeerd. Nee, ja, wel een koude ijskoude oostelijke stroming met dit soort kaart hoor. Oh, kijk. Hoge drukgebied gaat richting. Ja, wat is het? Groenland. En dan zien we deze lage drukgebieden die gaan duiken richting Italië. En dat gebeurt dan hebben. Jackpot. Want dit gaat langzamerhand. Dus komt straks naar beneden. Let maar op.
3, 2, 1. Ja, andere kant op dan. Ik dacht helemaal dat dat hoge drukgebied boven het Groenland ging nestelen en dan deze koude lucht hier, boom, naar ons toe. Maar dat gebeurt niet. Het zwart af richting Siberië. Tuurlijk. Oh, kijk. Zo winst de kaarten. Hoge drukgebied boven. Over Groot-Brittannië noem je dat toch? Ja. En dan ook een best wel koude stroming. Nog niet echt de jackpot. Want de jackpot zit echt hier. Hier zit echt de jackpot. Zo noemen we dat in weer. Meteorologie. En hier weer. Het hoge drukgebied wil weer proberen om Scandinavië in te trekken. Maar ja. Het zou mooi zijn. En er zit hier ook een hoge drukgebied. Die zit echt smak te wachten om straks lente weer in Nederland en Europa te brengen. Dus ik denk dat dat straks op een gegeven moment, over een paar weken, 2 maanden, 2 weken, 3 weken, dat het dan eindelijk een beetje lente weer wordt. Misschien. Want eens kijk, hier is wat rumoerig. En er zijn ook wel mooie kaarten voor lente weer. Maar ja, we zitten nog in de winter, dus ik kan nog alle kanten op. Maar voor mezelf moeilijk eigenlijk, ik weet het. Ja, het hoge drukgebied gaat, ja, Europa binnen. Dus misschien een zachte kaart is dit. 240 uur. Oh, gaat weer weg. Komt weer een koude luchtstroom in. Dus we zijn nog lang niet van de kou af. Dus ja, we kunnen wel stellen dat de winter nog lang niet voorbij is. Het kan al om een maand of 1 duren. Een maand, denk ik nog wel. Dikke maand. En als we die maand gehad hebben, dan wordt het misschien april ook nog een beetje koud. Maar daarna is het voorbij, hoop ik. Dit was overing. Wat ik trouwens nog wel zie, hier zit een lage drukgebied. En het kan zijn dat het hoge drukgebied Europa binnenvalt. Dat weten we niet, dat zien we ook niet. Dus ja, ik hou het hierbij. Dit was de aflevering. Bedankt voor het kijken. Laten we een duim achter. Abonneer op dit kanaal binnen. Ik zie je verder op deze video van deze serie. Het winterweer op een fluitige manier. Jojo. Brrr, wat is het koud. Het winterweer op een fluitige manier zie je elke zaterdag op Remco's en Passie.